Wij doen een theatrale lezing gemaakt door Vera Ketelaars. Wij zijn Anne en Sanne. Jullie kennen ons wel. Wij zijn de tweevormige, dubbelkoppige, dubbelvormige leiding. We hebben ons voorgenomen om het voorbeeld van samenwerken te geven. Het voorbeeld te leven. Maar dat geeft druk. Druk om te laten zien dat het werkt. Het moet dus werken. Ja. En het werkt gelukkig. Het is heel fijn. Maar het is ook soms moeilijk. Ja. Ik ga bijvoorbeeld soms te hard. Ik word in deze samenwerking geconfronteerd met mijn beperking en word me bewust van hoe mensen tegen me aankijken. Kijk, ik vind mezelf heel normaal, maar als je lijkt, ben je in het middelpunt en vinden mensen iets van je. Bijvoorbeeld nu, alle ogen via het scherm op mij gericht. Het geeft me veel kracht, zeker, maar het maakt me ook onzeker. En ik realiseer me in deze samenwerking dat ik verschrikkelijk bevoorrecht ben. Ik heb een lichaam dat het gewoon doet. Ik ben wit, ik ben hoog opgeleid. Ik heb een gezin. Ik word daar onzeker van. Van het ongemakkelijke gevoel van mijn eigen gemak. En soms wil ik dingen, of soms... Vaak. Ik wil een heleboel. Dat is mijn kracht. Maar het zit onze samenwerking af en toe ook in de weg. Ik wil juist ruimte maken. Ik wil samen zoeken. Ja, het maakt niet uit. Ik ben het gewend. We moeten ons wel blijven in leven in elkaars gevoel. Maar eerlijk. Ja, dat zou iemand moet even gemute worden. Dat ik Teams daarop. Dankjewel. Waar waren we? Maar eerlijk, ik kan me slecht inleven in jou. Ik heb het gevoel van wel hoor. Ik meen het. Alles bij jou is zo anders. Ik ben wel continu nieuwsgierig. Ja, dat voel ik. Ik kan me jouw leven ook niet voorstellen. Ik voel me wel soms jaloers of jaloers. Het is niet het goede woord. Meer dat ik dan denk, dat zou ik ook wel willen. Maar ik ben realistisch. Weet je wat ik van jou heb geleerd? Nou? Gewoon doen. Niet te veel nadenken. Gewoon vertrouwen op jezelf. Als ik bijvoorbeeld heb opgehangen nadat ik met jou gesproken heb. Denk ik, verrek, ik krijg het gevoel dat ik het kan. En ik vind het fijn dat je goed op me let. Je checkt hoe het met me gaat. Je zorgt ervoor dat ik me niet te druk maak. En we hebben ook gewoon heel veel plezier. Maar, vind je niet? Er is wel een machtsverschil tussen ons. Ik weet dat als ik mijn zin doordrijf, dat het dan ook gebeurt. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik het bij het rechte eind heb. We voelen ook wel de hete adem van de opdrachtgever. Maar de realiteit is een achtbaan. Geen rechte weg op het doel af. Het kost tijd. En voor samenwerken nemen we tijd. En dat is goed. En dat mag verschil? Ik ervaar dat niet. Ervaar dat niet zo erg. Ik ben mijn hele leven al afhankelijk. Dit is het leven dat mij gegeven is. Blijkbaar kan ik dit aan. We kunnen niets doen aan het leven dat we hebben gekregen. Ik heb wel het gevoel dat ik mezelf 2 keer zo hard moet bewijzen. Maar ik wil laten zien... dat ik het kan. Ik had wel een werkvorm bedacht waar jij niet aan mee kon doen. Maakt niet uit, ik ben het gewend. Maar ik wil dat niet. Het maakt niet uit.
Maar ik wil niet dat het jou niet uitmaakt. Het maakt wel uit. Ik moet en ik wil rekening met je houden, altijd. En daar zijn we volgens mij ook naar op weg. Dat dat geen vraag meer is, geen moeite. Dat het geen rekening houden met meer heet. Maar gewoon, dat het normaal geworden is. Ja, je hebt gelijk. Maar het is voor mij heel moeilijk om het vanuit een ander perspectief te zien. We zijn op weg. We zijn in beweging. Mensen willen hapklare, snelle oplossingen. Eenmalige impulsen en pleisters voor het bloeden. Maar die zijn er niet. Het is de beweging. Het meebewegen. De hele tijd. Het aangaan, even een stap terug en door. Elkaar te zien. Te blijven zien. Als heel mens. Open en nieuwsgierig af te tasten. Waar de ander begint en jij ophoudt. Waar de ander jou een inkijkje kan geven in zijn of haar ziel, zodat we elkaar raken. Vanuit daar die moedige ruimte creëren waarin het veilig is om samen te zijn, te zoeken, soms niet en soms wel te vinden. Maar stap die ruimte in. Welkom, welkom, ik ben er. Ja. Goedemorgen allemaal. Ik wil toch nog eerst nog even een kleine reflectieoefening doen met jullie. Ik wil jullie vragen, voordat we verder gaan, om even nu een paar minuutjes stilte te laten vallen. Waarom? Ik wil jullie vragen. Neem even voor jezelf de stilte in acht. Dan nodig ik jullie nu uit om een minuutje na te denken over wat heb je tot nu toe gehoord en gezien. En zou je dan in de chat even willen reageren wat je van tot nu toe is bijgebleven van wat je hebt gehoord. Dus of je dat heel graag even in de chat zou willen zetten. Oké, ik zie heel veel mooie reacties allemaal binnenkomen. Dan ga ik ook nu verder met mijn gedeelte, wat ik samen met Petri heb voorbereid. Ik werk al een tijdje heel lang samen met Petri. En wij hebben ook samen iets voorbereid. En dat willen we graag met jullie delen. Toch, Petri? Zeker. Ja, het is bijzonder, want Ellis, jij zit in Utrecht en ik zit in Tilburg. Omdat ja. We het gewoon even niet geplooid kregen, zeg maar, om bij elkaar te zitten. Dus het is voor ons ook even anders dan wat we normaal doen. Normaal zitten we naast elkaar en kijken we elkaar aan. Maar ik vind het ontzettend leuk om met jou ook door te praten over waarom het zo belangrijk is om met elkaar samen te werken. Ik wil ook echt, ik zag net ook de chats langskomen. Ik wil ook heel erg zeg maar aangeven dat in het verhaal van net ik ook wel erg ontroerd en geraakt was door een aantal zinnen. En volgens mij is dat ook het belangrijkste, dat je geraakt bent door het feit dat, zeg maar, als je niet bewust bent van het belang en van zeg maar het aanvullend zijn op elkaar, dat het dan ook heel ongelijkwaardig kan worden. Dus ik complimenten voor Anne en Sanne, als ik het goed heb onthouden. Dat is echt heel, heel erg mooi. Ik zit even te kijken, Alice, hoe zullen we dit doen? Jij hebt, zeg maar, de PowerPoint, hè? Klik jij hem door? Ja. Oké, fantastisch. Alice is namelijk veel technischer dan ik, dus daar ben ik altijd heel erg blij mee. Kan ik eigenlijk niet zeggen bij een technische innovatie. Ik weet niet hoe ik hem door moet klikken, maar even kijken hoor. Oh,
Nee, dat lukt mij niet. Even kijken hoor. Ik heb de controle over de PowerPoint, Alice en Petri. Dus als jullie roepen naar de volgende, dan kan ik dat regelen. Ja, hij mag naar de volgende. Ik zal me nog even kort voorstellen. Goedemorgen allemaal. Ik ben Alice Jorgerius. Ik ben iemand met een lichtverstandelijke beperking en een licht autistische stoornis. Ik werk bij de LFB. Wij zijn een belangenorganisatie door en voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. En ik ben sinds iets meer dan een jaar de nieuwe directeur van onze organisatie geworden. En daar ben ik heel trots op. En ik werk regelmatig samen met Petri. En ik ben Petri Embrechts. Ik werk met Alice samen en ook met andere ervaringsdeskundigen. Ik werk als hoogleraar bij de Academische Werkplaats in Tilburg. En vind het waar dat kan, vind ik het ongelooflijk belangrijk om over dit thema samen met Alice of met andere mensen iets te vertellen. En dat hebben we voorbereid. Dus het is niet zozeer ons eigen verhaal, maar wij vonden het ook belangrijk om aan te geven wat we eigenlijk weten vanuit onderzoeken, vanuit de literatuur en onze eigen ervaringen, Alice. Waarom het zo belangrijk is om met ervaringsdeskundigen en met co-onderzoekers samen te werken. Dus misschien kunnen we naar de volgende slide. Zal ik hier iets over vertellen, Alice, en dat jij het vanuit jouw eigen ervaringen toelicht? Is dat handig? Ja? Ja, dat is goed. Want dit is eigenlijk wat we weten vanuit de ervaringen die opgetekend zijn, maar ook vanuit onderzoek, wat ervaringsdeskundigheid eigenlijk betekent. En volgens mij is dat naast het bewustzijn, hè, van de ongelijkheid. Als je niet bewust bent van de krachten van elkaar, kan je ook heel snel verzanden in ongelijkheid. Dat is volgens mij belangrijk. Maar het is ook belangrijk om te weten dat je wordt natuurlijk niet als ervaringsdeskundige geboren. Daar moet je heel hard voor werken. En ik denk dat heel veel mensen die hier aan deze virtuele tafel zitten, die weten dat ook, hè. Want om uiteindelijk ervaringsdeskundig te worden, weten we inmiddels uit de literatuur, is het belangrijk dat we inzicht krijgen in onze eigen ervaringen. Dus wat vond je eigenlijk zelf van het moment dat je niet meer bij je ouders woonde? Wat vond je van het moment dat je ging werken? Dus eerst goed nadenken van wat vond ik zelf eigenlijk van belangrijke dingen in mijn leven? Om vervolgens die ervaringen ook te kunnen delen met anderen. Dus als je het van jezelf weet en je kunt het woorden geven, dan kun je het ook met andere mensen proberen te delen. Dat is eigenlijk de volgende stap. En als dat lukt, dan kun je toegroeien naar dat niveau van ervaringsdeskundigheid. Dat is eigenlijk een beetje je eigen ervaringen ontstijgen en proberen die kennis in te zetten voor andere mensen. En dat is wat steeds meer ervaringsdeskundigen doen. Dus bijvoorbeeld, om het heel concreet te maken, natuurlijk al die mensen die bij de LFB werken. Die werken als trainer of als docent. Maar bijvoorbeeld bij ons op de universiteit werken ook een aantal ervaringsdeskundigen als co-docent. Die geven samen met mij colleges. Omdat ik kan uit een boek vertellen wat een verstandelijke beperking bijvoorbeeld is. Maar als iemand vertelt hoe het is om met een verstandelijke beperking te leven, dan onthoudt iedere jonge student psychologie, onthoudt dat. En dat is wat ik belangrijk vind. Dat je voelt wat het is om een verstandelijke beperking te hebben. En dan komen al die cijfertjes en die ingewikkelde Engelse teksten van mij uit die boeken, die landen dan ergens op. Dus dat zijn echt hele mooie en fijne colleges ook om te geven. Maar bijvoorbeeld ook weet ik inmiddels van heel veel organisaties in het meedoen in sollicitatiegesprekken. Om mee te kijken van, is dit nou een begeleider die ik op een groep zou willen hebben? En dan ontstijg je eigenlijk je eigen ervaringen. En dan zet je die ervaringskennis in. En ben je dus ervaringsdeskundige. Alice, hou ik mijn mond even dicht. Misschien dat jij daar op door wilt praten. Ja. Inderdaad. En wat het mooie is, wat Petri nu vertelt, zo ervaar ik het ook. Eerst komt eigen ervaring
dan komt delen. En dan komt je eigen grote ervaringsdeskundigheid. En wat het mooie daarvan is, is dat je eigenlijk ziet, als wat mij voldoening geeft, is dat als je ziet dat je dat met een goed gevoel, de kennis en de ervaring naast de ander kan leggen, dat je eigenlijk precies hetzelfde doet als de ander, maar dan op jouw eigen specialisme. Er wordt niet meer snel over je heen gepraat. Je bent erbij. Je doet mee. Want het gaat om jou. Want mensen willen juist van jou wat weten. Want daarom ben jij expert daarin. En ik denk dat ik dan ook weer makkelijker de expertise van anderen tot mij kan nemen. Omdat je het dan, net zoals dat Sanne en Anne net lieten zien, dan hou je het gelijkwaardig. Als je alleen maar nee blijft zeggen en heel lief blijft zijn van ja, maar ik begrijp jou wel en we moeten ook door. En dat is hetzelfde als ik dat tegen Petri zou zeggen van ja, doe jij maar, want ja, alleen jij bent geleerd, alleen jij kan het zeggen. Maar waarom zou je het niet samen kunnen? Waarom zou je niet samen iets kunnen zeggen zoals we het nu doen? Zo gek is dat toch niet? En ik denk dat dat hele mooie voorbeelden zijn. Op de foto die je hier ziet zijn ook twee collega's van de LFB. Zijn Kim en Mireille. Nou, en daar ben ik ook super trots op. Want die hebben tjongejongejonge echt een groei doorgemaakt. En het is zo fijn dat mensen daar echt wat aan kunnen hebben. Want als ze alleen Alice misschien zouden zien, of alleen het Milan, of alleen Anne, of alleen Sanne. Ja, telt dat dan nog? Heb je dan, kan je dan voor jezelf bedenken, heb je dan voldoende informatie tot de bron waar je wil komen? En ik denk dat Petri en ik dat proberen uit te leggen. Hoe versta je de taal? Praat alsjeblieft met elkaar en laat het laat het gevoel rijpen en laat de oost zo groot mogelijk zijn. Want dat zien we al op deze korte ochtend, hoeveel we eigenlijk al hebben, toch? Ja, en misschien is het ook wel, Alice, en dat zit ik als jij dat ook zo vertelt, hè, dat het ook zo belangrijk is om te voelen dat jij dingen hebt die ik niet heb. En dat vond ik net ook in het verhaal van Anne en Sanne heel erg naar voren komen. Hè. Ik kan me herinneren dat wij op een gegeven moment, en toen kenden we elkaar natuurlijk al wel even. Maar dat wij ook tegen elkaar zeiden van, goh, jij hebt iets wat ik nooit kan hebben. En dat klinkt heel scherp, maar ik heb geen verstandelijke beperking. Dus ik kan nooit precies, zeg maar, aanvullen zoals Alice mij aanvult. Of zoals in dit geval Mireille en Kim, collega's van mij op de universiteit in Tilburg aanvullen. En doordat we elkaar aanvullen, komen we iets meer en dichter bij het hele verhaal. Ik heb niet de wijsheid in pacht. Ik kan nooit precies vertellen hoe het is om een verstandelijke beperking te hebben. Dus dat moeten we echt gewoon met elkaar doen. Dat is misschien wel een mooie overgang naar de volgende slide. Want misschien is het goed om daar punt voor punt even bij stil te staan, hè, Alice. Want we dachten van het is ook echt belangrijk dat het is het ervaren, het is het verhaal. Maar het is dus ook heel veel kennis die inmiddels voorhanden is, hè, vanuit onderzoek. En dit is bijvoorbeeld een onderzoek wat zich heeft gericht op het bevragen van heel veel mensen die samenwerken met ervaringsdeskundigen. Dat hebben we met een aantal collega's gedaan. En we hebben aan hun gevraagd, in interviews, en dat hebben we allemaal geanalyseerd, wat is er dan zo belangrijk in die samenwerking? En toen kwamen eigenlijk deze vier punten naar voren. Er werd heel veel over verteld, maar we hebben even deze vier punten op hoofdlijnen zeg maar op deze slide gezet. En het eerste is een wederzijdse relatie opbouwen. Dat je tijd neemt om kennis te maken. Dat je respectvol bent en eerlijk bent. En misschien kan Alice daar natuurlijk nog veel meer over vertellen dan ik. Ja, ja, en dat is ook, dit is gelijk het eerste punt wat bij mij heel erg binnenkomt. Dit is niet een punt wat je zomaar even doet. Dat kost tijd. Dat moet je kunnen opbouwen met humor en verdriet. Maar daarin moet je ook durven.
maar je moet allebei durven. Ik moet iets durven geven, want ik vraag het ook van de ander. En dat is zo spannend, terwijl het eigenlijk zo normaal lijkt voor een ieder die denkt, goh, dit is toch allemaal heel menselijk. Het oogt misschien wel heel menselijk, maar het blijft toch iets wat heel belangrijk is. Vooral voor mij respectvol en eerlijk zijn. Dat is soms moeilijk, maar dat is wel de realiteit. En als je nou jezelf even voor jezelf in acht neemt. Stel, je zou je in mij verplaatsen, of in Anne, of in Milan, of in Kim en Mireille, of andere collega's. Wat zou het met u doen als ze altijd maar zeggen van ja, we doen wel leuk en we doen wel lief en we zorgen gewoon dat alles leuk blijft. We regelen gewoon een bakje snoepjes en wat ranja. Als dat uw gehalte is, komt u nooit achter de werkelijke waarheid. De werkelijke waarheid zit in het pure leven met alles erop en eraan. Dat is toch wat u wil. U wilt toch compleet zijn. U vraagt toch hoe moet het, terwijl u eigenlijk, u weet het eigenlijk. Want het gaat altijd over de mensen met een beperking of een handicap, waar ze extra veel tijd in moeten doen. Maar eigenlijk moeten ze het zelf ook. Het komt van beide. Als het van beide niet komt, komt het helemaal niet. En dat zou eeuwig zonde zijn. En ik denk dat dat vooral in de eerste zin beschreven staat. Ja, ja. Ik denk dat is een... ik herken het heel erg, Alice. Hè, want het klinkt heel makkelijk. En je moet met iedereen waar je mee samenwerkt, bouw je een wederzijds relatie op. Maar als iemand meer tijd nodig heeft om zijn eigen ervaringen te delen, of meer tijd nodig heeft om te begrijpen wat eigenlijk de bedoeling is, dan moet je daar rekening mee houden. Wat het direct oplevert, en dat zeg ik even als onderzoeker, voor de andere mensen die hier aan deze tafel, virtuele tafel zitten. Ik kan me herinneren dat er een jonge onderzoeker bij mij werkte en die had een vragenlijst opgesteld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. En die was door alle collega's 10 keer bekeken en iedereen zei van ja, nee, dit is echt helemaal goed. En 1 iemand met een lichte verstandelijke beperking had er nog eens even, nou ja, na een paar zinnetjes van die persoon mogen kijken. En toen hebben we hem voorgelegd aan een aantal ervaringsdeskundigen. En die lijst die is voor de helft veranderd. Omdat het gewoon items waren, vragen waren die gewoon te abstract waren. Omdat het vragen waren die meerdere informatieonderdelen in één hadden. En uiteindelijk kun je natuurlijk wel doen alsof die vragenlijst dan geschikt is. Maar de informatie die je ophaalt is natuurlijk gewoon niet betrouwbaar. Is niet valide, is niet wat je eigenlijk wil weten. Dus dat opbouwen van die wederzijdse relatie en tijd nemen en respectvol zijn naar elkaar, eerlijk zijn, maar ook echt respectvol, dat maakt dat je een basis legt. Dus eigenlijk op basis van Sanne en Anne, dat je laten raken en voelen wat eigenlijk zeg maar de risico's zijn als je je niet bewust bent van de krachten van een ander en dat je toe kunt groeien naar ongelijkheid. En dat is niet wat je wil in deze samenleving. Dat hoop ik dat dat niet is wat we willen. Maar ook dit, dat wederzijds die relatie opbouwen. Een ander belangrijk punt, en dat hangt daar natuurlijk een beetje mee samen, hè, Alice, wat uit dat onderzoek kwam, was communicatie. Dus luisteren, goed luisteren. Wat zegt iemand eigenlijk? Maar ook feedback durven te geven. Dus als je gelijk bent, dan geef je ook feedback op een hele constructieve manier, met respect. Maar je zegt wel wat je tegen elkaar moet zeggen. Hè, dus het geven en ook het ontvangen van feedback. Hoe doe je dat? Dat zijn dingen die je met elkaar moet leren. Geef ik het weer even het stokje over aan Alice. Ja, dat zijn eigenlijk, dat sluit ook heel mooi op het eerste aan. Als je naar iets nieuws wil en je wil gelijkwaardig starten, hoort dat ook bij gelijkwaardigheid. Vooral goed luisteren. Mag ik dan nog een keer vragen, sorry, ik heb je niet begrepen, kun je het anders uitleggen? Mag ik vragen,
mag ik nog even extra tijd? Want dat moet bij mij even landen. Mag ik vragen aan jou, dit vind ik niet fijn. Hoe zouden we het anders kunnen doen? Mag jij dat ook tegen mij zeggen? Dat zijn eigenlijk helemaal allemaal hele normale dingen. Waar we op het eerste punt ook komen. Heel normaal, maar ook heel moeilijk. Want nu ga je door de punten heen steeds veel meer doen. En wat u op papier schrijft, of wat u in uw hoofd hebt, dat is geduldig. Dat komt wel. En u kunt het misschien ook veel sneller doen zonder mij. Maar of u dan betere kwaliteit heeft door de ervaringsdeskundige over te slaan, dat is niet altijd het meest effectieve uit hele mooie dingen halen. En dat zou eeuwig zonde zijn als een aantal dingen rigoureus weer verdwijnen in de prullenbak. Dus daarom is dit punt ook wel een hele belangrijke. En daarin zegt het eigenlijk, papier is geduldig, de praktijk vraagt enorm veel inspanning van den ieder. Dus van mij en ook van Petri. En daar blijf ik bij zeggen, als we dat allebei niet zouden doen, dan gaat het mis. Ja, ja, ja. Volgens mij is dat heel... En dat raakt ook het volgende punt, Alice. Tijd en rust. En Alice heeft een bomvolle agenda. En ik heb een bomvolle agenda. Maar het is belangrijk dat... we hebben elkaar vorige week live getroffen. Dat voel ik ook als belangrijk. En dat voelt... Denk ik, Alice, maar dat moet ze zelf maar direct aangeven. Maar dat je tijd en rust inbouwt om dingen goed voor te bereiden. Dat je tijd en rust inbouwt en ogen en oren openzet om te voelen en te zien hoe het... En dat is digitaal moeilijk. Maar als ik heel eerlijk ben, zit ik niet naar jullie te kijken, maar kijk ik elke keer naar het rechterbovenvakje van het hoofd van Alice. Om te proberen te lezen. Zitten we op één lijn? Doen we het goed samen? En de wereld waarin we leven is natuurlijk heel snel. En ik weet niet hoe het op jullie werkplek is, maar als ik een subsidie binnenhaal, dan heb ik daar misschien 12 maanden voor en dan moet het af zijn. En als het kan ook nog een Engelstalig artikel en een rapport. En nou ja, je kent het allemaal wel. En toch tijd en rust bewaren in dat proces, omdat we elkaar anders kwijtraken. En we hebben ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. He, dat we het goed blijven doen. Dat we samen op die snelweg blijven. En niet ik een afslag nemen en alles rechtdoor gaat. Ja, ja. En ik denk ook tijd en rust nemen is soms samen de lef hebben. Van mogen we dan kijken of we er dan toch ietsjes langer over mogen doen. Ja. Waarom zit de hele wereld vast aan deadlines? Want als je werkelijk naar je leven zou kijken, weet ik dat u vanaf jaar 0 nog nooit echt een deadline hebt gehaald. Geen één. Want het leven loopt zoals het loopt. En als u een deadline echt goed zou willen halen, met succes, en u wil al die tienen, en u wil al die successen van uw mooie werk, uw promotie, uw lintje, uw bekers die aan, uw gouden certificaten die aan de muur hangen. Weet je, dat zijn hele mooie deadlines. Maar als je in het leven kijkt van is het goud dan ook werkelijk goud geworden in de praktijk. Het kan heel mooi aan je muur hangen, maar als verder niemand, maar dan ook niemand er iets aan heeft, is dat gouden randje toch ook wel heel beperkt. En dan heeft het wel tijd en rust, maar ja, waar landt het dan, hè? Ja, ik zit hier echt met een glimlach en ontroering naar je te luisteren, Alice. Want volgens mij, dat kennen zeker al die onderzoekers en ontwikkelaars en innovatiespecialisten. En voor je het weet heb je je muur vol hangen met allerlei publicaties en gouden handjes eromheen. Maar volgens mij klopt dat. En volgens mij is dat ook gewoon de link naar het volgende. Dat je dus... Op basis van al dit soort dingen die we nu met jullie delen en het verhaal van Anne en Sanne, dat je voelt, hè, want ik zie soms Anne en Sanne ook naar elkaar kijken op het plaatje. Jullie zitten onder Alice op mijn scherm. Dat je verbondenheid ervaart. Dat je voelt
dat je met elkaar voor iets staat. Dat je samen een doel hebt wat je probeert te bereiken. Dat je samen misschien nog zwaarder een ideaal hebt wat je probeert te verwezenlijken. En ik moet zeggen dat die verbondenheid, die is er niet vanaf dag één. Daar moet je je voor openstellen en die moet groeien. Maar vorige week toen zagen Alice en ik elkaar. En dan moest ik net aan denken, Alice, toen je zat te praten. En toen gingen we met elkaar in gesprek voor hoe zouden we dit willen doen. Hè? Wat wil de organisatie van ons en hoe willen wij dit zelf? En toen kwam ik binnen en Alice die gaf mij een cadeautje. Onder andere, volgens mij wist jij niet dat ik helemaal gek op chocola ben. Maar ja, jullie zien alleen het bovenste gedeelte van mij. Maar echt, ik kan heel veel chocola eten. En Alice die kwam, die zei van, goh, omdat ik het zo fijn vind dat je dit ook met mij wil doen. En ik kreeg een chocoladeletter. En je had er ook nog een typering bij. Petri Professor Prima. Ja, nou ja, goed, die ga ik de rest van mijn leven onthouden. En een chocoladeletter met ik vind je lief en nog een andere kleinigheid. En ik was daar echt door ontroerd. En weet je, ik ging naar huis. En ik heb dat nog niet tegen jou gezegd, Alice. Maar toen dacht ik van, dat is een soort van... kijk, soms, ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, soms dan, ik zeg niet elke dag tegen mijn man dat ik van hem hou, maar soms zeg ik wel, ik hou van je, natuurlijk. Hè? En ik zeg dat ook tegen mijn kinderen en ik zeg dat tegen andere mensen waar ik veel van hou. En in een werkrelatie is het soms ook heel fijn om even tegen elkaar te zeggen, dat was fantastisch wat je deed. Of wat fijn dat je dit voor mij wil doen. En ik moet zeggen dat ik dat niet zo heel erg vaak hoor van mensen die dan zogenaamd geen beperkingen hebben. En ik heb nog nooit van een collega zo'n chocoladereep gehad. Ik vond dat zo ontzettend typerend voor de relatie die wij hebben opgebouwd. Dat je gewoon dat aan elkaar geeft. Of dat je tegen elkaar zegt van wat fijn dat je dat doet. En ik noem het, is een persoonlijke anekdote, maar ik noem het omdat het ook gewoon heel veel geeft. Hè, dus je moet tijd en je moet rust en je moet goed luisteren. En je moet respectvol en eerlijk zijn. Hè, moet om het te laten lukken. Maar het is zowel de kwaliteit van je instrumenten, de kans dat iets ook daadwerkelijk landt in de praktijk en mensen het ook gaan gebruiken. Maar ook voor jezelf als mens, als persoon, geeft het heel erg veel. En dat, dat is denk ik, dat wilde ik even met jullie delen. Alice. Ja, want dat die verbondenheid... en dat verbondenheid zit ook in geven en nemen. En het is altijd ook wie goed doet, wie goed ontmoet. En ik vind dat bij beide kanten moet komen. Als ik bij Petri kom of in haar team, word ik ook warm ontvangen. Dan is het ook altijd goed of ze nemen een keer zomaar spontaan iets lekkers mee. Gewoon omdat het ook gezellig kan zijn. En niet om het gehandicapte gehalte omhoog te tillen. Van nou, laten we alleen maar lekkere dingen eten, want dan is het gezellig. Nee, dit kwam echt vanuit mijn hart. Omdat ik weet, als je soms de ander niet af en toe laat weten van hoe fijn ik het vind om met Petri te werken. Hoe machtig mooi ik het vind. Hoe blij ik en trots ik ben dat ik dit mag doen. Dat staat ook voor verbondenheid. Dat staat voor wederzijdse eerlijke verbondenheid naar elkaar toe. Ik krijg heel veel van mijn werk. Van alle collega's krijg ik heel veel. En soms denk ik van nou, het is een kleine moeite, goed gebaar, hopelijk. En daardoor wil ik iets laten zien van hé, het kan echt wederzijds. En ik denk dan ook als je wederzijds doet, dat het dan de gehalte die er is van normaal krijgen alleen mensen met een beperking chocola en prachtige dingen thuis gestuurd. Dat is allemaal heel leuk. Maar ik denk, waarom zou het nooit eens een keer andersom kunnen? En niet om het gehalte nogmaals te laten zien, maar gewoon omdat het echt vanuit mijn hart komt. Uit warmte, uit liefde, uit fijnheid voor het vak, voor het moois wat we doen. Ik denk dat veel meer voorop moet staan. En ik denk dat ook iets is wat wij willen laten zien. Gewoon omdat het kan. Ja, ja.
Ja, zeker Alice. Ik denk dat, dat het mooi is om, om naar de volgende slide te gaan. Dit is eigenlijk, wat daar kunnen we, dat raakt een beetje zeg maar, waar we het net over hadden in die samenwerking, hè, met ervaringsdeskundigen in ons eigen werk. Maar dit is bijvoorbeeld ook naar voren gekomen in onderzoek wat we hebben gedaan toen we aan ouders vroegen wat vinden jullie belangrijk in de samenwerking met professionals, met begeleiders. En toen we aan veel mensen met een lichte verstandelijke beperking die in de zorg zitten, hebben gevraagd wat vinden jullie belangrijk in die samenwerking. En eigenlijk komen daar elke keer dezelfde dingen terug. Hè? Dus dit hoeven we niet, hier hoeven we niet heel lang bij stil te staan, maar hier is veel echt oprecht veel onderzoek naar gedaan, zowel in Nederland als in andere landen. Vertrouwen, tijd, oprechte aandacht. Hè, dus niet binnenkomen en tegelijkertijd op je app kijken, maar gewoon er zijn. Mensen zeggen, ik heb liever dat ze minder bij me binnenkomen of vragen hoe het met me is, maar dat echt oprecht doen dan dat mensen binnenkomen en tegelijkertijd op een app zitten te kijken. Normaal, serieus, niet oordelen, betrouwbaar, transparant, interesse tonen. Dus het zijn eigenlijk allemaal dingen waar we het net ook in de samenwerking als onderzoekers over hadden. Dus dat is veel breder, maar we spitsen ons vandaag een beetje toe op het onderzoek. Misschien kunnen we dan... Dat is net zoals dat Sanne en Anne hebben gedaan. Daar spreekt dit voor. Als je durft te gaan, ga dan ook. En dan is het wel belangrijk dat je echt voor elkaar gaat. Als ik niet de tijd neem voor jou, neemt de ander ook niet de tijd voor mij. Precies. Precies, dus dit is een beetje om aan te geven, het is niet alleen maar in een niche van samenwerken met ervaringsdeskundigen, maar dit is gewoon hoe ook in de normale samenwerking, dat willen we graag in zorgorganisaties tussen ouders en mensen met een beperking en professionals, zijn ook die thema's die door ouders en door mensen met een beperking aan worden gegeven, staan heel erg centraal. Dus om uiteindelijk goed te kunnen samenwerken, zijn dat soort punten ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat het goed is om naar de volgende slide te gaan. Misschien is dit ook nog wel goed om even zeg maar bij stil te staan. En daar is een hele theorie achter. Voor mensen die daar meer over zouden willen weten, kan ik je daar mail en we sturen daar dingen over toe. Maar de kern is, ieder mens heeft recht op geluk. En om dat geluk te krijgen, is er een theorie. Vergeet het meteen meer als je er geen interesse in hebt, maar de zelfdeterminatietheorie. Die zegt eigenlijk, dan moeten er 3 bolletjes die ik hier heb getekend, daar moet aan voldaan worden. Dus de eerste is dat het heel erg belangrijk is dat je ieder mens, hè, dus of dat je wel of geen beperking hebt, daar is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Dan is het belangrijk dat je zelf keuzes kunt maken. Dat je zelf regie hebt over je eigen leven. En dat heet dan autonomie. Dus dat je het gevoel hebt van ik mag mijn eigen keuzes zelf maken. Ik mag bepalen hoe laat ik uit mijn bed kom. Ik mag bepalen wat voor werk ik ga doen. Ik mag bepalen wie mijn vrienden zijn, met wie ik samenwerk. Dus autonomie. En de andere, los daarvan, is het gevoel dat je ook kunt wat van je gevraagd wordt. Dus als je iets wil, dat je die dingen ook kunt doen. Dat je competent bent om dat te doen. En dat is zo belangrijk in die ervaringsdeskundigheid. Dat moet je leren. Dus je kunt niet iemand iemand die een beperking heeft en je denkt, och, die is wel aardig, die vraag ik als ervaringsdeskundige. Nee, er zijn opleidingen voor. Je moet leren om ervaringsdeskundige te zijn in je werk. Dus competentie ervaren. En de derde bol is verbondenheid. En dat hebben Alice en ik al een paar keer vanochtend aan jullie meegegeven. Het gevoel hebben, je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn mensen waar je op terug kunt vallen, die eerlijk en respectvol met je omgaan. Dat is voor ieder mens van belang. En wij hebben veel onderzoek de afgelopen 4-5 jaar gedaan. En dit model is natuurlijk ook van toepassing op mensen met een beperking. Dus ook mensen met een beperking willen zelf keuzes kunnen maken, willen zelf regie hebben, willen zelf de dingen kunnen doen waar ze goed in zijn. En moeten ook het gevoel hebben, ik sta er niet alleen voor. Ik hoef het niet alleen te doen. En het leren als ervaringsdeskundige helpt mensen om dit ook
zeg maar, te krijgen. En het is aan ons, als wij met ervaringsdeskundigen samenwerken, om ook over en weer dat gevoel te hebben, je doet het niet alleen. Je hoeft het niet alleen te doen. Dus die verbondenheid, die maken wij samen. Dat is denk ik belangrijk, dat achter dat gedachtegoed zitten grote theorieën, zitten grote modellen, die ons duidelijk maken, dit zijn belangrijke uitgangspunten om uiteindelijk iedereen, wel of zonder beperking, geluk te laten ervaren. En daar hangen deze drie bollen onder. Jelles, misschien wil jij erop aanvullen of toevoegen. Ja, eigenlijk zijn deze drie bollen heel symbool. Als je kan doen wat je zelf wilt, je mag zijn wie je bent. Dat is geluk. En dan gaat het vaak ook over, durf je dat thema te bespreken? Zouden Anne en Sanne ook dat thema bespreken? Van wat is jouw geluk? En mag ik dan maar mijn geluk zeggen? Ook zeggen, misschien is voor mij geluk al soms even alleen te zijn en heel stil genieten van de rust en een fijn warm kopje thee te drinken. Of warm aan te sluiten bij mijn ouders. Of op pad te gaan met familie. Of met Petri een mooie gastles geven. Of verbonden staan in de sportschool waar ik sport. Het ervaren dat mijn lijf beter wordt. En ik me fitter voel. Wat is geluk? Zit geluk altijd in grote dingen? In het krijgen van de allernieuwste computer. Of in de allernieuwste tv. Of straks in de allernieuwste auto waar je geen rijbewijs meer voor nodig hebt. Die straks misschien wel 12... een miljoen euro kost of nog duurder. Is dat geluk of is geluk meer van, hey, ik mag jou ontmoeten. Ik mag dit met jullie doen. Goh, wat fijn. Ik vind het wel spannend, maar dat is ons geluk. En ik denk dat dat heel erg beschreven voor mij althans staat in die drie bollen. En ik denk ook dat dan geluk niet altijd per se te maken hebt met rijkdom of met het hebben van een hele goede baan. Of soms kan je ook heel gelukkig zijn als je die job niet hebt. Dat klinkt heel gek, maar er zijn ook mensen die denken, nee hoor, ik leef mijn eigen leven. Daar ben ik veel gelukkiger mee. En als ik ze dan vraag waarom, zijn eigenlijk deze drie bollen allemaal centraal. Omdat ze het op hun manier maar mogen doen. Ze hoeven niet in de mate van anderen te passen. Ze hoeven zich niet in bochten te wringen. Ze hoeven geen wurgcontracten te tekenen die ze niet willen. En waar ze van denken, oh, ik kom hier niet uit. Ze mogen hun eigen leven bepalen. Ja. En alleen dat al is denk ik heel mooi. Ja, en ik denk misschien voor vandaag, Alice, is... het zou natuurlijk heel leuk zijn als we nu in één ruimte zouden zitten. Hè? Want dan zouden we direct koffie drinken en met elkaar even ook gewoon in gesprek gaan. En we gaan direct ook hopelijk naar even ruimte hebben voor vragen. Maar kijk, geluk is natuurlijk als je iets ontwikkelt of als je onderzoek doet. Dan voor mij is geluk ook om te zien dat andere mensen die kennis lezen. Dat ze lezen wat ik bedacht heb. Of dat ze gebruiken wat ik ontwikkeld heb. En dat is denk ik bij jullie ook het geval. Hè? Datgene wat je met heel veel mensen bedenkt. Dat je ook uiteindelijk ziet dat de mensen waar je het voor ontwikkelt. Dat die daar ook heel blij van worden. Dat ze het gaan gebruiken. En nou ja, om dat voor elkaar te krijgen. Is mijn ervaring in het onderzoek wat wij doen. Dat niet op alle onderdelen, maar op heel veel onderdelen de samenwerking met mensen met een beperking van enorme waarde is. En onze kennis en onze producten alleen maar beter maakt. Petri en Alice, ja. Jullie hebben nog 3 minuten. Nog 3 minuten. En ja. Dan hebben we een pauze. Ja. Volgens mij, Alice... zouden we dan gewoon even, want dan kunnen we het lang niet alle vragen, maar misschien dat er gewoon 1 of 2 vragen zijn. Wie wil iets aan Alice of aan mij kwijt? Connie. Nou, prachtig. Kwaliteit. Wat goed zijn jullie, echt waar. Het is een aanvulling voor de 11B, de kwaliteit
van LFB gaat hierdoor sterk omhoog. Dus ja, ik geniet ervan. Ik krijg voor mezelf een beetje een ander gevoel van mezelf. Maar het gaat maar voor de LFB, niet aan mezelf. Zelf voel ik me niet zo gelukkig meer. Maar ik bedoel, nou, prachtig helemaal. Ga zo door. En ik geef deze informatie ook door aan de vreemd van ervaringskundige waar ik ook actief ben. Dus. Dankjewel, Connie. Dankjewel. En dit hadden we bij de LFB, dit hadden we zo niet kunnen doen als jij er ook niet was geweest. Hè? Jij hebt heel veel voor de LFB betekend. En het is echt super fijn dat je ons... Dit is veel beter hoor dan ik. Dus. Nee. Jij was heel goed. Ik probeer bij anderen aan te sluiten, maar het is heel moeilijk. Ja. Maar het is fijn dat je dat compliment geeft, Connie. Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Nee? Dan denk ik dat iedereen, Anne en Sanne, heel erg toe is aan misschien even een eigen kopje koffie. Want ja, dat kunnen we natuurlijk niet nu met elkaar delen. Els, ik denk dat wij kunnen zeggen, als mensen nog vragen hebben of als ze ooit nog iets van ons willen weten, dan zijn we altijd bereid. En wij vinden het ook heel leuk om met elkaar op te treden. Dus mocht het ooit handig zijn en je kan ons gebruiken, dan gaan we kijken of dat lukt. Ja, zeker. Dankjewel allemaal. Ja, dank jullie wel allemaal. Nou, jullie ook bedankt, Alice en Petri. En het is een super mooi verhaal wat jullie hadden en super goed gedaan. Zoals Connie al zei, van super gedaan. En we gaan nu even 5 minuten pauze nemen zo. En dan gaan we verder naar de workshops. De link van de workshop staat in je mail die jullie ontvangen hebben. En heel veel plezier bij deel 2.